Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken naar zouten met zure of basische eigenschappen. Dit is de VWO-versie. Hier zie je een samenvatting van Binas tabel 49. En als je daar zo doorheen kijkt, dan zie je dat de meeste basische deeltjes een negatieve lading hebben. Dat is ook logisch, want ze moeten een H+ opnemen. Als we dan bijvoorbeeld CH3COO- nemen, het ethanoaat-ion, dan heb je een zout nodig om dat ion te krijgen. Je kunt geen pot hebben met alleen maar negatieve deeltjes. Dus dan zou je bijvoorbeeld natriumethanoaat kunnen nemen. Even controleren of dat goed oplosbaar is. Natriumethanoaat is goed oplosbaar. Dus dan kunnen we dat zout, natriumethanoaat, CH3COO, vaste stof, kunnen we oplossen. En dan krijg je Na+ ionen en je krijgt CH3COO- ionen. En die CH3COO- ionen, dat zijn basische deeltjes. Dus die zullen vervolgens in de oplossing, je hebt het immers opgelost in water, dus er zijn watermoleculen aanwezig. En die nemen H+ op en dan krijg je CH3COOH en je krijgt OH-ionen. En die OH-ionen die maken dat deze oplossing basisch is. En vandaar dat dit zout basische eigenschappen heeft. CH3COO- is een zwakke basis, dus hebben we hier te maken met een evenwichtsreactie. Hoe zit het dan met bazen die sterk zijn, bijvoorbeeld O2-? Nou, dan moeten we een zout hebben dat goed oplosbaar is. Nou, eens even kijken, we zouden bijvoorbeeld voor natriumoxide kunnen gaan. Hé, daar staat een R in plaats van goed oplosbaar. R betekent niet redelijk oplosbaar, maar onder die tabel staat reactie met water. Ik ga je uitleggen waarom dat is. Als je dat natriumoxide, als je het oplost in water, dan krijg je natriumionen en je krijgt oxide-ionen. En die oxide-ionen, dat zijn sterke bazen. Dus die zullen met dat water reageren, H+ opnemen in een aflopende reactie en krijg je OH-. Omdat dit een aflopende reactie is, staat in die binas bij natriumoxide dat het reageert met water. Dus het is een aflopende reactie en dan worden direct H+'en aan die O2- gegeven, waardoor je Na+ krijgt en OH-. En dat maakt dus dat deze oplossing een pH heeft hoger dan 7, oftewel basisch. Nu dus een aflopende pijl, want we hebben te maken met een sterke basis. Zijn er dan nog meer zouten waarmee dat kan? Ja, want kijk, niet alleen bij natriumoxide staat dat, maar ook bij bijvoorbeeld kaliumoxide, bij calciumoxide en bij bariumoxide. Nou, hoe zit het dan bijvoorbeeld bij koperoxide? Koperoxide, als je dat dan in water brengt, krijg je dan ook Cu2+ en O2- en krijg je dan ook een basische oplossing. Nou, even in de Binas-tabel kijken. Bij koperoxide staat slecht oplosbaar en je ziet dat dat bij de meeste oxiden zo is. En slecht oplosbaar betekent dat die ionen niet in oplossing gaan. Dus dat betekent dat je geen vrije oxide-ionen krijgt en dat ze dus ook geen H+ op kunnen nemen van water. Ze zitten vast. En dat koperdeeltje. Dus moet wel die reactie met water vind je alleen bij zouten die zelf ook goed oplosbaar zijn. Oké, hoe zit het dan met zure zouten? Dus zouten die zure eigenschappen hebben. Nou, er staan niet zo heel veel deeltjes in de Binas-tabel met een positieve lading. Maar NH4+, het ammonium-ion, is er daar wel eentje van. En je zou bijvoorbeeld NH4Cl kunnen nemen. Even checken of dat goed oplosbaar is. Ammoniumchloride is goed oplosbaar. Trouwens, heel veel van die ammoniumzouten zijn goed oplosbaar. Dus dan krijg je NH4+ en Cl-. Die Cl-, dat heb ik net al gezegd, dat is zo'n zwakke basis, daar hoeven we niet voor geen rekening mee te houden. Maar het NH4+, dat is wel een zwak zuur. En die zal dus een H+ afgeven aan dat watermolecuul, waardoor je NH3 krijgt en H3O+. En dat maakt de oplossing zuur, met een pH lager dan 7.
Omdat ammonium een zwakzuur is, hebben we hier te maken met een evenwichtsreactie. Je zou ook een combinatie kunnen hebben van het ammoniumion met een sterke base. Wat gebeurt er dan? Bijvoorbeeld ammoniumhydroxide. Ja, eens even kijken wat er dan in de BINA staat. Bij ammoniumhydroxide dan staat een I van instabiel en hetzelfde heb je bij ammoniumoxide. Die ionen kun je niet samenbrengen in een vaste stof. Dan vindt er direct uitwisseling plaats van H+ ionen, omdat je een sterke base bij dat NH4+ hebt gebracht. Dus dat is instabiel. Oké, tot slot, en nu heb ik de tabel iets korter gemaakt, want ik heb een beetje ruimte nodig. Stel je voor, lost op ijzer 3-sulfaat. Dan krijg je ijzerionen. En je krijgt sulfaationen. Nou, sulfaationen komen van zwavelzuur. En die zijn dus zeer, zeer zwak als base. Dus daar hoeven we geen rekening mee te houden als base. Maar dat ijzerdeeltje is wel een zuurdeeltje. En dat is een beetje gek. Want een zuurdeeltje geeft H+ af. Nou, Fe3+ heeft helemaal geen H+. Maar toch zie je hier in de BINA's een ijzerdeeltje staan. In combinatie met 6 watermoleculen. Ik heb hier een gehydrateerd ijzerion getekend. Ik heb 4 watermoleculen getekend. Degene hier aan de voorkant en daar aan de achterkant, die heb ik weggelaten. En wat er gebeurt is dat het ijzer 3+ ion, die trekt die positieve lading, die trekt die elektronen uit deze atoombinding naar zuurstof toe. En daardoor wordt dit haartje wat zwakker gebonden. En wat er dan gebeurt is dat dat haartje wordt afgegeven aan dat watermolecuul. En dan krijg je een ijzerion met 1 watermolecuul minder, want wat is er gebeurd? Dat haartje hier is nu weg en dit wordt een negatieve lading en je krijgt H3O+. En dat Fe3+ met OH- geeft samen een lading van 2+. Dus je ziet dan dat het haartje afkomstig is van zo'n watermolecuul wat die hydratatie veroorzaakt. En dan krijg je dus dat er toch een H+ en dan krijg je dus toch H3O+'en. IJzer-2+ ionen die kunnen dat ook, maar je ziet dat dat een zwakker zuur is. En die staat lager in de lijst. Is ook logisch, want die 3+ lading en hier hebben we een 2+ lading. Dus die elektronen worden minder hard aangetrokken, waardoor dit haartje er minder makkelijk afgaat en het dus een zwakker zuur is. Overigens, dit is ook een zwak zuur, dus moet ik hier een evenwichtspeil tekenen. Als je in BINA's tabel 49 kijkt, zul je zien dat er meer van die positieve ionen erin staan. Dus die geven ook een oplossing, een zure eigenschap. Goed, tot zover deze aflevering over zouten met zure of basische eigenschappen. Wil je nou oefenen? Kijk op mijn website, bij in dit geval 5VWO. En abonneer je even op mijn YouTube-kanaal. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.